allergie, Eva. Simone heeft glutenallergie. Dan ga je toch geen wraps maken? Ja, dan mag ze toch ook geen muffins? Zet de tijd heel even stil. Ik ben de tel inmiddels klaar. Ik zie de paniek in jullie ogen. En terecht, want dit is het lot dat ons allemaal te wachten staat. Carly, jij hebt vorige week voor de eerste vraag gespeeld. Voor 50 euro. Een bloedende kut. Hangende tieten. Zo. Jij hebt hierbij je joker ingezet. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, maar goed. Van nieuwe tijd is daar nog steeds de horizon. Heb jij in de categorie dingen die je wel tegen een strijkijzer kan zeggen, maar niet tegen je schoonmoeder? Zo, jij bent heet. Wat een leed, wat een leed, wat een groot ondraaglijk leed. Waar moet je kijken bij een schreeuwpersoon? Echt niemand die dat weet. Wat een leed, wat een leed. Van dat liedje. Hallo meneer de Uil. Nee, als jij de kroeg inloopt met een vette bek van de Durex en je schaamhaar in de krul, dan snap ik dat een vent wegrent. Dus ik laat me leiden. Ik geef me over aan morgen en dan laat ik me leiden. Waar zijn wij toch allemaal zo druk mee tegenwoordig? Jij hebt niet het recht om ongelukkig te zijn. Welke kaders mij keren? Op reis, ik neem mee een bikini, slippers en een zonnebril. Want ik ben aan de lijn. Dus wij lijnen gezellig mee. En ik wil aan jou vragen. Hoe geniet je ook al? Ga maar in de hoek staan. En kom pas weer terug als je weer normaal kan doen. Ik heb nooit zo goed begrepen wanneer ik weer terug mocht komen.